Beste kijkers van Gonchi Games, welkom bij een nieuwe GTA. Ik ga weer verder met de volgende story. Zoals je ziet heb ik twee missies. Dus ja, even kijken. We hebben een M en een F. Nou, dat zou Michael of Franklin zijn. Dus ik denk dat we even naar Michael gaan. Dat we daar eens even gaan kijken. Dan moeten we als het goed is hier langs. Oh, pardon. Voor mij is het ook heel dichtbij. Even kijken. Ja, zoals je ziet zien jullie allemaal mijn serie al een beetje. Ik ben wel nieuwsgierig, wat vinden jullie het nou van de serie? Of wat kan ik eraan verbeteren? Of wat willen jullie nog meer zien? Zeg maar, willen jullie bijvoorbeeld stunts zien? Noem maar op. Hele mikmak. Willen jullie dat ik misschien op mijn eigen kanaal ook GTA Online ga spelen? Ik speel namelijk ook op de kanaal van Wouter, HD Game Content. Daar speel ik namelijk een online serie ook samen met Wouter en Wat. En er komt ook elke week weer wat nieuws en zo uit. Dus ja, nee, ik ga niet iemand. Ah, tasjesdief. Doei, tasjesdief. No. Een beetje tasjes stelen, dat is toch niet normaal? Nou, ga weer het tasje maar even terugbrengen. Zo netjes zijn we wel weer. Steek wel mensen en zo allemaal dood, maar ik breng het tasjes wel terug. Nou, alsjeblieft, mevrouw. Ah, ik ben haar held. Ah, dat is schattig. Nou, opslaan die hap. Yes. Mooi. Nou. Kan ik daar nou rustig naar Michael toe? Vast wel. Even kijken. Kijk, hij ligt dan mooi voor plompers daar. Eigen schuld, dikke bult. Okay. Zo. Daar langs. Oké. Nou, let's do it. Pardon, excuus. Ik echt niet met zin hoor, echt niet. Even kijken, dan moeten we als het goed is nou hier langs. Oh, maar ik kom ondertussen toch een aardig ver weg. Dan ga ik vlak bij de centrum wonen. Even kijken, dan gaan we hier langs. Zo, eerst bordje mee. Volgens mij zijn we er al bijna, als ik het zo zie. Ga ik vanuit. Uitkijken, weg piraat. Nou, ah, kijk, daar moet ik zijn. Daar woont El Michael. Okay. Even kijken wat Michael van mij wil. Ga ik natuurlijk weer rechts deze verkeerde kant op, zeker. Tuurlijk, heel omweg. Nou ja. Niet te ver rijden, Laurens. Niet doen. Dat is niet goed. Even kijken. Moet ik dan gewoon naar rechts? Kijken hoe we hier zijn. Mooi. Deurtje open. En hallo. What the fuck? In my old bed? Holy fuck. Hey! Yes. You! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. Bullshit. You in? Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! No, I won't kill him. I'm only gonna strangle him. Okay. Mooi. You okay, achter die huft eraan. Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. The tennis coach? Oh, that's fucked up, man. Oh, ze is gewoon vreemd gegaan. Daar kan ik echt niet over, hè. Vrouwen die vreemd gaan. Niet best. Nou, let's do it. Let's get a bitch. Yo, tennisleraar. Kom eens hier, joh. Je tas aan slipje aan. Kom hier. Straight ahead, man. Ja, ik zie hem wel, joh. Zit hij zo te zeuren, man? Hè? The fuck is he doing? Ja, hallo. Stoner prick. Bitch, ga aan de kant. Bitch. Fuck, man, I think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Ja, jongen, Mongol. Jeetje, meneer, man, niet best.
drive through the canyon. Oeh, gaan we eraf rijden. Ah, the fuck is he? Waar is hij? It's this track here. Hey, je moet die shine als goed is. You left this car, check it out. Little pricks up there, look. Oh shit, Cole's doing alright for himself. Oh, daar is hij. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, fine! You got the wrong. Yeah, yeah. You banged my wife, bitch. In the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Ooh, dit gaat leuk, hoor. And that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down! Oh, I hope it is, bud! We hooked up, man! You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Uh-oh. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Oh, dit gaat leuk worden. Dit gaat leuk worden. Here we go! Let's see what happens! Dude, you are probably crazy! Vol gas. Oh shit! You see this shit, dog? Yeah, you gonna kill this one, dog. Bijna. Man, I think that shit's coming down, man. Push the pedal, homie. Are you fucking serious, nigga? Ciao. Eigen huis in tuin, oftewel in puin. Dan denk ik bedankt voor de nieuwe aflevering van Eigen huis in puin met Michael en Franklin. Zie jullie de volgende keer weer. Fuck his ass. Yeah, fuck you. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's expensive, bitch. Nou wegwezen. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that moment. Waar moeten we naartoe? Hey, it's a service to the fucking community. Shortcut. Hoop ik. Woohoo! Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Ah, man. Damn it. Yo! Hier kan ik niet langs. Nou, Franklin, we hadden een nieuwe auto. Give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Martin Mandrazo. Oh my god, not Martin Mandrazo. Volgens mij is het maar een stukje. I need a car. I need a car. Give me a car. Al het ongeluk bij een ongeluk. Ja. Auto, kijk, er komt een autootje. Hey, wacht erbij! Yo! Motherfucker! Wacht erbij! Woehoe! Waar de hel is Franklin aan? Oh, Franklin volgt mij. Oeh! Dammit! Komt er al een auto die ergens aan of zo niet? Are you kidding me? Kid, can you do something? Seriously? Wat doet Franklin? What the fuck heeft hij nou weer gedaan dan? En natuurlijk heb ik alleen een handgun. Tuurlijk. Oké, ik weet niet wie die gaat zijn, maar Oh, we doen een Franklin switch, oké. You got this, Michael? Back up, you pricks! Pop that dude! There you go! I'm reloading! I got one! What is he, bitch?
dood. Yeah, my nigga, that's Honey, it. Stop in, jongen. Oké, we go back. Wegwezen! Ja, Michael? You did good. I mean, your aim's all over the place. Come on, let's do it. Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine. Yeah, good. Yeah, the shooting moves omhoog. You okay? I mean, you did good. Ach, bijna thuis. Vast en zeker wel veilig. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes. Ciao. Fucking A, Bubba. Whew. Hey. Hey, hey, Tash. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh, shit, I think we're about to find out. Juist, wie zijn dat? Tweeling? Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, just. Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe Martin Madrazo. A little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael. Uh-oh. Got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hill? Come on, Franklin, help him. Slash the cop in. Banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. Yeah, yeah. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. 2.5 million? Great. That's nice. Bitch. Come on, man. Damn, you alright? Never better. This is a bit jolly, yeah? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. Yeah, is he net retired and I can't even on the slag. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time. Right? Lester. Alright, dog. Fuck. Peace, dog. Dit was de missie. Dit was de missie. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Dit was weer een nieuwe missie met Gonzi Games. In GTA 5. Hey, willen jullie meer GTA zien bij 10 likes of meer natuurlijk? Upload ik de volgende deel. Zet deze video in als favorieten. Dan vergeet de groene duimpje niet. Hello. En dan zie ik jullie volgende week. Of wie weet, misschien eerder. Voor een Who's nieuwe asking? GTA. Mensen, tot de volgende keer. En ijs.